Hallo jongens en welkom bij een nieuwe vlog van de Kunstvissers. Ik ben Sean Olivier. Ik heb net deze prachtige mooie grote baars gevangen. Hij is volgens mij een centimeter of zo. Ja, dat wil ik zeggen. 30. Maar hij begon als een gek te trekken en ik heb hem gevangen. Het is een prachtige mooie grote baars jongens. Ik kijk hoe groot. Echt mooi groot. Oh ja, even kijken of hij wel goed staat. Beetje omhoog. Helemaal gericht op de baars. Je kan natuurlijk de baars herkennen als een mooie grote rugvin. Een soort van, nou, we gaan hem eruit verwijderen. Hij begon echt als een gek te trekken en ik denk van wat heb ik nou? Nou, niet de baars. Mooi groot. Hey jongens, deze vogel kennen we natuurlijk al eerder van International Fishing en natuurlijk andere streken. Dit is een blauwe reiger en die kennen we natuurlijk ook van de reigersnesten en zo en dat soort dingen. Kortom, een echte ja, klunsvisser is het ook een beetje. Het is in ieder geval een mooi beestje. We hebben nog ook een andere vogel. Die vogel daar is een visetende vogel. Die heeft net al mijn vis weggejaagd. Dat is een fuut. Maar hij is wel bij het juiste adres. Want waar hij nu gaat, daar zit namelijk veel voren. En met een beetje geluk kunnen wij filmen dat hij zo meteen met een vorentje boven komt. Even afwachten hoor. Vaak worden futen gezien als concurrentie. Ook aalscholvers worden vaak gezien als concurrentie voor het vissen. Maar ja, zij mogen ook wel eens wat eten, vind ik. Ah, daar is hij. Goed zo, gaan we weg. Jongens, hij onder. Jongens, de dokter. Oké jongens, dan gaan we weer. Poging nummer 4. De dobbel is volgende. Oh, dit is een grote hoor. Oh ja, zeker een grote. Deze is nog groter dan die anders, zeg. Alle mensen, moet je kijken. Dus daar de baas wel voor zijn gekomen, jongens. En je ziet hier echt die prachtige mooie stekels. En die
die zwarte vlek, daar kun je het baas aan herkennen. Wat je de baas ook kan herkennen is natuurlijk de mooie strepen die hij heeft. Hè? Ze zijn wat minder sluimig dan voren. Dan kijk je wordt een hele mooie grote roofdier, grote roofdier. Oh, de bek. Ja, ja, hier nog terug. Daarmee slikt hij kleine visjes in. Twee grote paarsen. Gaan we de vis nu terugzetten, jongens? Altijd wel een beetje lol zijn. 1, 2, 3. Hoppa, en weg is hij. Fantastisch, het regent grote buizen vandaag, jongens. Jongens, de dobbel is weer onder. Nog een reus, jongens. En daar heb je hem. Weer een baas en dit is een grote ook nog. Drie grote bazen in één klap. Deze is wel vet. Kijk jongens hoe groot hij is. Natuurlijk nog veel groter worden dan deze, maar toch, ik vind deze al redelijk groot. Kijk, die prachtige mooie stekels. Waar ik altijd over heb, die prachtige mooie stekels. Mooi, grote buis, jongens. Zo, liefjes. Zo. Dan gaan we nu de haak verwijderen. Oh, hij is nog heel ver geschikt. Alles gekeerd gesproken, hè, voor oh, natuurlijk, vergunning. Met de vergunningen. Ja. Heeft u een moment, ik moet even, jazeker, de haak, jazeker. Even de haak uit de bek krijgen. U bent natuurlijk van de vissporterij, ja. Dus een paar nummer, alsjeblieft. De helft de baas vasthouden? Nee. Oh, sorry. Oh, je hebt je handen, doe, doe maar je ding even. Oké. Okay. Ik was dus aan het vissen op een plek waar ik dus niet meer mag vissen sinds 1 januari was dat. Ja, dat betekende dus dat ik, ja, ik werd dus aangesproken door een van die visinspecteurs, ja, soort zomers en zo. Hij is niet in beeld gekomen en dat was dus een heel lang gesprek. Ik heb geen boete gekregen, het was gewoon een, goed gesprek. Een beetje dit en dat. Maar goed, zoals ik al zei, is dus een beetje de camera verplaatsen. Wat ik dus wou zeggen is, bij die brug, jongens. Voorbij die brug daar, daar gaan we niet meer vissen. Al buiten het daar zo goed, die mag daar niet meer vissen. Dus ja, maar dus we gaan het in dit watertje proberen. En als we niks vangen, dan gaan we gewoon naar huis. Zo. Simpel is dat. Nee. Oké, jongens, zo het nog niet echt van worden. Ze zijn aardig niet vast. Niet stroken. Goed jongens, ik heb nu geen dobbers meer. Helemaal geen dobbers meer. En dat vind ik zo. Dan maken ze die boom gewoon niet kleiner. Dat is echt irritant. Nou, voor mij was het ook weer even voor vandaag mooi geweest. In ieder geval jongens, dit was Kirsten en Olivier weer met de Glunsvissers. Ook de tweede keer dat ik hem nog maak.
kwijt ben geraakt. Voordat ik me niet meer druk te maken heb. Dus straks weer wordt aangesproken. Dus in ieder geval jongens, deels kus aan alle vrienden. Ik wens nog een prettige dag gewenst en tot de volgende keer. Nou, dit watertje zit volgens mij zit zo goed als leeg. Er zit er gewoon een aantal tegen en niks hier. Dus sluit het voor vandaag af, zoals ik zei. Ze zijn over je. Tot de volgende keer.